masayang buhay. Nandito kami ngayon sa graduation ni MJ, yung aking anak na babae, mga kamamshi ko. Kaya yun, hindi nyo lang tao. Mga naghihintay, mga kamamshi. Kamamsyan, dito ako nakaupo, inihintay ko sila. Graduation kasi ng aking anak. Whoo! Proud mama, mga kamamsyi ko. Marami ng taong dumarating, mga parents. Ayun mga kamamsyi. Mamaya na lang ha, mga kamamsyi ko. Mga kamamsyi, papasok na kami ha. Brenda. Thank you. Kamamshi, madilim ha. Mevrouw Marco Lageman aan het woord. Daarna zal onze gastspreker,
mevrouw Laura Ledegen het woord richten tot de afgestudeerden en haar eigen ervaringen als oud-leerling van het Atheneum met hen delen. Vervolgens gaan we over tot de uitreiking van de diploma's en het toekennen van de bijzondere prijzen. Tussendoor reflecteren de zesdejaars op hun schoolcarrière, op de ervaringen die ze op het Atheneum opdeden en op de waarden die ze meekregen voor de toekomst. Ten slotte nodigen we u graag uit voor een gezellige receptie in de prachtige foyer. De muzikale intermezzo's die deze avond opluisteren, worden gebracht door onze leerlingen. Mag ik eerst uw aandacht voor onze directeur, mevrouw Maribel Hageman. Beste afgestudeerden, beste ouders, beste genodigden. Hier zijn we weer met een nieuwe lading pas afgestudeerden. In een volle zaal. Het is een traditie geworden om van onze laatstejaars afscheid te nemen in deze stijlvolle setting. Elk jaar opnieuw maakt het me trots om onze afgestudeerden hun diploma te kunnen uitreiken. Dit is immers het einddoel waar we zowel het schoolteam als de leerlingen naartoe hebben gewerkt. Sommigen van jullie hebben heel hard moeten werken om hun diploma te behalen. Er zijn ook leerlingen die er een jaartje langer over deden. Ik ben er zeker van dat jullie dit achteraf hebben ervaren als een kans om je verder te ontplooien in een veilige omgeving. Daardoor heb je je skills en competenties kunnen bijschaven en ben je nog beter gewapend om de stap naar het hoger onderwijs te zetten. Jullie hebben ook geleerd om door te zetten, niet op te geven, kwaliteiten die ook in het hoger onderwijs van pas zullen komen. Bij anderen verliep het leerproces wat makkelijker en moesten er minder inspanningen geleverd worden. Denk er wel aan dat het hoger onderwijs een pak meer inzet vereist en laat je niet verrassen door de hoeveelheid leerstof die moet verwerkt worden. Elk jaar komen oud-leerlingen ons vertellen dat het verschil tussen het secundair onderwijs en universiteit en hogeschool toch wel groot is en ook hoezeer ze hun schooltijd missen. Voor jullie wordt dit een nieuwe start, het begin van een volledig nieuw hoofdstuk. Sommigen zullen de stap naar de universiteit of de hogeschool zetten, anderen houden het misschien het studeren even voor bekeken en nemen hun sabbatjaar, gaan reizen of vrijwilligers. Wat jullie perspectieven ook zijn, vertrouw op jezelf en op de kennis en de vaardigheden die je meekrijgt tijdens je solobaan. Vertrouw op je talenten, werk hard om je doelen te bereiken en geniet ondertussen van wat het leven te bieden heeft. Ik wens jullie, ook uit naam van het hele schoolteam, heel veel geluk met wat je hierna onderneemt. Denk eraan dat onze deur altijd voor jullie blijft openstaan. Wij zijn nu al benieuwd naar de verhalen die jullie ons zullen komen vertellen. En ik hoop heel stilletjes dat bij een aantal van jullie deze verhalen zullen doorspekt zijn met een heel klein beetje heimwee naar jullie oude school. Zes economie, moderne talen. De klascoach is mevrouw Elise Verstraeten. We halen het diploma van het secundair onderwijs. Lauren de Bont. Matthias de Kuiperen. Anouk de Kegel.
Olde de Preik. Rayana Esmerzieva. Ryan Katar. Melissa Mirta. Lauren Flips. Bowen Rogi. Mary Jane Torres. En Wout van den Einde.
kasi nandito kami sa labas ha. Kagraduate na yung aking unika iha. Proud parents. Woohoo! Tapos na yung aking unika iho. Kaya ngayon ang aking unika iha na naman. Sarap sa pakiramdam mga kamamshi. Yung una kong anak, si Steven. Stibo. Tapos na siya. Nagtatrabaho na. Ano ko naman ngayong unika iha? College na. Wow, kamamshi. Proud. Mga kamamsi, uwi ng mangyan. Ayan o, yung mga